Jullie hebben gewoon een ingebouwde tv onder. Hier kun je gewoon een fatsoenlijke taart in bakken. Ja, we hebben een douche. Zeker weten. Lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe Tiny House Tour. In deze serie bezoek ik tiny houses door heel Nederland. En vandaag bezoek ik wel een heel bijzonder en heel klein tiny house, namelijk een busje. En het busje is van Jelle en Ine Maartje. En ik ben heel benieuwd of ze thuis zijn. Hey! Oké, dit was echt het flauwste begin tot nu toe. Super leuk dat we hier mogen zijn. En ik kan niet wachten tot ik een rondleiding kan krijgen. Dus gaat van start. Ja, kom binnen joh. Jullie wonen natuurlijk niet eeuwig in een bus. En voor iedereen is dat weer anders hoe dat ontstaan is. Hoe is bij jullie de droom ontstaan om dit leven te gaan leven? Wij woonden op een studentenflat samen, in ieder geval. We waren buren. Ja, toen hadden we het er eigenlijk over dat we wilden gaan reizen. Ja, dat was een telefoongesprek of zo was dat. Ja. En toen zei ik, ja, je hebt gelijk. En toen hebben we opgehangen. En toen heb ik meteen vanuit mijn mobiel een bericht gestuurd naar de huurbaas. Van ik ga er met 2 maanden of 3 maanden uit. Ondertussen hebben we dus die oude bus van ons helemaal omgebouwd. Ja. En toen vertrokken we daarmee met dat ding. Ja. Eigenlijk, we gingen meteen reizen en op die reis ging ik kapot. Dus kwamen we terug zonder geld. Toen hebben we van het eerste geld maar even op een camping gaan staan. Zijn, hebben we hem daarheen gereden. Toen hebben we die eigenlijk te koop aangeboden. Toen zijn we, hebben we deze bus gekocht, helemaal leeg. En toen zijn we die gaan bouwen terwijl we een beetje eigenlijk op de camping woonden. Het ziet er ontzettend vet uit en ik merk dat we gewoon ook afstand kunnen houden hier. Ja, en ik kan een soort van rechtop staan. Ja. Ja, zeker. Heel fijn. Dat was een van de vereisten die we hadden. We hebben een grote ruimte gecreëerd waar dat we langs elkaar kunnen lopen, dat we ons kunnen omkleden tegelijkertijd. Hier is een zithoek. Dit bankje is er altijd. En hieronder hebben we dan extra opwegruimte. Kun je hem bijvoorbeeld zo neerzetten. En als jullie willen eten, waar zitten jullie dan? Dan gaat deze hierheen. En dan trekken we hier. Nee joh. Deze uit. Ja, op deze manier kunnen we tegenover elkaar zitten of als een spelletje doen. Wat grappig joh, je woont in een busje en je kunt gewoon kiezen waar je gaat chillen. Wat trok jullie aan dit bestaan voordat jullie wisten hoe het echt was? Dat je overal heen kan. In ieder geval, dat trok mij vooral. Zo'n bus, dan kun je overal heen. En dat zijn we ook. We zijn op heel veel plekken geweest inmiddels. Dus, En bij mij is het een beetje ontstaan eigenlijk dat idee van, je kent het wel als je op een camping of op een festival bent, dat je dan zegt met vrienden van, oh, konden we niet maar altijd op deze manier. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad van, ja, als kamperen zo leuk is, dan gaan we toch gewoon altijd kamperen. We zijn nu aangekomen in de keuken. Ja. Vertel even, wat was voor jullie belangrijk toen jullie deze keuken bouwden? Ja, ik hou heel erg van koken. Ine Maartje die houdt heel erg van bakken. Dus we wilden echt een keuken die echt heel erg breed is. Dat je eigenlijk tegelijkertijd ook kan koken of kan bakken. Nou, hij is 2 meter lang. Dat zou je eerder niet zeggen. Maar dit zijn natuurlijk 2 delen die allebei bij de keuken horen. We wilden ook vers water hebben. Wat we gewoon lekker gecontroleerd schoon kunnen houden. We hebben wel de vers watertank. Maar ja, dat is toch 90 liter bij elkaar. Nou ja, al onze potjes en dingen binnen handbereik. En al die details, bijvoorbeeld deze houtjes en zo. Heb je dit allemaal zelf gemaakt? Ja, de hele bus is zelf gemaakt. Dit ding valt me echt ontzettend op, want ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee, we hadden hem ook nog nooit gezien. We zaten een beetje te kijken op Marktplaats en toen kwamen we hem tegen. En toen zeiden we, hé, een 3-pits? We wisten helemaal niet dat het bestond, zeg maar. Nou, hij werkte op aardgas en niet op propaan of LPG. Dus dat moest eventjes worden omgebouwd. We hebben hem gewoon gekocht. Na een lang zoeken, uiteindelijk in Italië zat iemand die heeft het opgestuurd. En nou werkt hij gewoon op LPG. En dit is gewoon een oven. Hier kun je gewoon een fatsoenlijke taart in bakken. We hebben eigenlijk ook een ander oventje, een kampeeroventje. Voor kleine dingetjes is dat eigenlijk handiger en dan zetten we hem gewoon hierop. De Omnia. De Omnia, ja inderdaad. Ja. Omnia. Dit zijn de tegeltjes die we uit Portugal hebben meegekregen. Bij mensen waar we gratis konden staan. Echt super lieve mensen. Die zagen onze bus vorig jaar, die was nog helemaal niet af. Toen zagen ze dat achterbandje. Wij zeiden van ja, we willen daar nog een keertje Portugese tegeltjes in. En die hadden ze toevallig. Die komen uit hun huis. Super mooi detail.
Nou, dit is de koelkast. In de winter verbruikt hij geen stroom, want ja, dan is het koud genoeg. Ja, hij is dus op stroom, niet op gas of zo. Met de zomer hou je dat wel vol, maar in de winter met zonnepanelen, dan is dat niet echt te doen. Maar hij is ruim genoeg en hij heeft een vriesvakje. Dat is super fijn. Ik vind het echt mooi om te zien hoe alles gewoon zo mooi past. En alles is echt, echt gewoon op maat gemaakt. Maar je gaat me niet vertellen dat er niets is wat je mist aan het leven in een huis. Wat ik wel mis, denk ik, bij een huis is... Als je even langs gaat bij mensen, dan betekent het... We moeten de bus moeten we helemaal ombouwen. Dus je moet een soort van je hele huis opruimen voordat je weg kan. En ook nog eens je partner meenemen. Die, nou, je vervoer is je huis. Ja. Dat dat niet apart is. Ja. Ik zou wel een eigen ruimte willen hebben. En jij zou wel een eigen moestuin bijvoorbeeld willen kunnen maken en bijhouden. Volgens mij is achter jou de slaapkamer. Ja. Kijk, daar staat het. Dit is afsluitbaar. Het is een lekker riant bed. We hebben hem in de lengte gedaan. Dat vinden we heel erg fijn. Omdat je niet over elkaar heen hoeft te klimmen. Daarvoor krijg je ook nog heel veel ruimte eronder terug. Dus ja, dat is super fijn. We hebben een boekenplankje. We kunnen hier ook tegenaan zitten. We kunnen tv kijken. Oh, dat is echt een tv? Ja, tv. Ja, dat is een videoscherm inderdaad. Mijn tiny house is tiny. Maar wel echt drie keer zo groot. En die vragen zich allemaal af, waar is de tv? En dan denk ik van, ja, ik ga toch geen ruimte uitgeven voor een tv. Ja. En jullie hebben een bus en jullie hebben gewoon een ingebouwde tv. Ja, precies. Ja, dit lampje is ook echt super leuk. We wilden heel graag zo'n lamp. We hebben er echt €30 voor betaald. Onze gitaren die hangen hier aan het plafond. En is het niet benauwd als je 's nachts in bed ligt? We hebben de deur eigenlijk altijd op een kiertje. Wel dat die in het slot zit, maar wel op een kiertje. Jullie hebben de bus wel geïsoleerd, neem ik aan, voordat jullie erin gingen wonen. Ja, we hadden bijna geen geld meer. De vorige bus was kapot gegaan. Op een gegeven moment hadden we geld om hem een beetje te repareren. En toen dachten we van, nee, we verkopen die bus en dan kopen een andere. Ik ging ooit een yurt bouwen en daar had ik allemaal wollen dekens van. Dus we hebben de binnenkant van die bus helemaal bekleed met wollen dekens. Kijk, hier zie je het nog een beetje. Dat hebben we nog niet afgewerkt. Ja, dat werkt supergoed. Dan merk je vaak dat die natuurlijke materialen, dat die eigenlijk van zichzelf gewoon hartstikke goed werken. Ja, blijkbaar wel, ja. Ik denk dat het grootste probleem eigenlijk met isolatie is dat het niet genoeg geventileerd wordt. En wij zijn niet zo bang voor kou. En omdat we er fulltime in wonen, blijft die ook veel verwarmd worden. Dus dat zorgt ook wel voor vochtafvoer. Wat ik heel tof vind, jullie vertelden mij net dat jullie gewoon iedere winter in Nederland zijn gebleven. Is het een beetje uit te houden, vanlife, in dit koude, natte Nederland? Het grappige is wat de mensen denken, dat het moeilijker is in de winter. En makkelijker in de zomer, maar dat is niet zo. Als het heel erg heet wordt, dan moet je die bus uit. Als het koud wordt, zet je gewoon een verwarming aan. En de plek waar je gaat staan is wat minder belangrijk. Dit is de voorkamer. Om het zo maar te noemen dan. Vet grappig. Ze kunnen naar elkaar toegedraaid worden. En dan heb je meer een soort van bankje. Als je niet wil dat mensen zien dat je in de bus zit, dan kunnen we deze naar beneden doen, die is verduisterend. Maar we gebruiken hem eigenlijk daardoor ook heel erg vaak gewoon om eventjes twee ruimtes te creëren. Weet je wel, want je woont zo dicht op elkaar, dat het heel erg lekker is. Dan zit ik hier met het ding naar beneden, koptelefoon op, lekker mijn ding te doen. Ine Maatje zit daar ook, lekker haar ding te doen. En hier wordt ook in gereden. Is het een gezond busje? Ja, nou ja. Hij zag goed uit aan de binnenkant volgens een onafhankelijk garage. Hij komt uit 2001 en hij blijft gewoon goed rijden tot nu toe. Ja. Dit vinden wij dus modern. 2001. Daarboven is ook nog een ruimte. Ja. Het gewoon niet op, joh. Dit zijn vier manden waarvan we dachten als we het nou daarin doen, dan blijft het een beetje netjes hier, hoor. Maar ja, je blijft... Dit is echt zo'n lekkere plek waar je eventjes als je thuis komt, je muts eventjes zo tussenin propt. Mocht er ooit een kleine komen, dan gaan ze er allemaal uit en dan wordt dat natuurlijk eventjes duidelijk de babykamer, want dat is een perfecte plek. Dit net zit hier ook, dat konden we vroeger zo naar beneden trekken. En dan is de deur afgesloten, want we hebben een tijd een kat gehad. Maar die kat die is op een gegeven moment niet meer teruggekomen. Hij leeft al een half jaar met ons of zo en hij ging nooit ervandoor. Op een gegeven moment dachten we, we kopen ook nog even een GPS'je voor het geval dat dan een keer gebeurt. Oh. En Whisky is nooit teruggekomen. Onze gedachten zijn bij Whisky. Ik vind het fijn dat je even een moment neemt. Ja, laten we dat even nemen nu. Oké, nou vertel, waar is de verwarming? Dit is de verwarming. Dit is geweldig. Ine Maatje die zwemt heel vaak.
ook in dit weer. Dus nu is het iets van 6 graden of zo. En dan ga je zo erboven staan als je warmer wordt. Ik ga ook heel vaak in de ochtend. Dan ga ik er ook zo op zitten. En dan ga ik alvast even ontbijt maken en dat soort dingen. We gaan er alleen wel een houtkachel in bouwen. Je kunt echt merken dat jullie al een aantal jaar gewoon zo leven. Dat je gewoon echt onderweg allemaal nieuwe dingen bedenkt en leert. Ja. Jij bent echt een technische man. Welke stempel heb jij op de bus gedrukt? Ik denk eigenlijk alles wel een beetje wat klein is en groen is. Ik vind het gewoon heel leuk om een goede sfeer te creëren, zeg maar. Dat het lekker gezellig is en toch niet te druk is, zeg maar, qua spulletjes. We hebben ook echt samen de bus wel ontworpen, hoor. Ja. Dus jij zorgt dat het goed voelt en jij zorgt dat het goed werkt. Ja. Jullie wonen wel in een redelijk ruim busje, ja. Maar zit je nooit eens te veel op elkaars lip? Jawel. Maar ja, het is best wel te doen. Ik denk dat zelfs mensen die in een groot huis wonen wel eens bij elkaar dicht op hun lip zitten of zo. Ik weet niet. Als ik me zou terugtrekken, dan ga ik naar buiten bijvoorbeeld overdag. Dan denk ik, ik heb echt even ruimte voor mezelf nodig. En hij is lekker aan het editen of aan het ontwerpen. Ja. Dan denk ik, dan ga ik naar buiten, ga ik lekker een rondje lopen. Nou, achterin, hier, de bergruimte. Het bed is natuurlijk 2 meter diep, dus je hebt vanaf de binnenkant heb je echt pakweg 1 meter diepte. En vanaf deze kant heb je 1 meter diepte. Dit vinden we dus vreselijk, dat dit plastic is. We hebben namelijk echt een hekel aan plastic. Daarom zit er een mooi gordijntje voor, hè? Want we staan natuurlijk dus wel eens gewoon lekker met de deuren open te slapen. Dit is ons buitenkookdingetje. Zo'n tafelblad kunnen we eruit halen, die kunnen we aan de buitenkant van de bus hangen. Oh, en dan kan deze erop, want we vinden het ook echt heerlijk om lekker buiten te koken. Ja, hier hebben we dan een barbecue'tje, maar die gebruiken we eigenlijk als vuurkorf. En hebben we altijd even wat hout bij ons. Hoeveel heeft dit ongeveer gekost? Ik denk dat er al heel erg snel een paar duizend euro ingaat. Wat denk je hoeveel erin heeft gezeten? Ik denk 5000 euro of zo. Ja, 5 of 6. De bus kaal was echt heel goedkoop. Die was 2000 euro. Ja, we hebben hier heel veel met tweedehands materiaal gewerkt. Jullie hebben gewoon een douche? Ja, we hebben een douche. Wij zitten heel erg veel in Nederland. Hier liepen we er toch wel tegenaan dat we soms wat langer op een plek staan. Ja, je wilt gewoon lekker kunnen douchen. Ja, wat hij nu doet is echt het water aanzuigen hier. Dit gaat zo naar binnen, dit gaat door al die filters heen en het komt weer terug eigenlijk. Ik vind dit op zoveel manieren fantastisch. Ja, dit is echt geweldig. Dit is echt next level gewoon. Ik dacht, we gaan een leuk busje bekijken met dit, joh. Ja, en kijk, nu is die bak natuurlijk vol. En dan heb ik weer een ander schakelaartje wat ik om moet zetten. En nu gaat hij hem weer leegzuigen. Ook weer via alle filters en zo. Ja. Dus ja. Dus je hergebruikt gewoon je water. Het is gewoon schoon. Ja. Is duurzaamheid voor jullie nog een thema? Met het wonen in een camper ben je eigenlijk al duurzaam bezig. Want je wil niet dat je water heel snel op is. Ik moet eigenlijk zeggen dat daardoor eigenlijk wat meer mijn enthousiasme ervoor gekomen is. Ja, dat het is eigenlijk andersom gegaan. Ja. Ja, geen bus zonder dakterras vinden wij. Echt, dat hoort er gewoon op. Dit is mooi. Ja, de stroom komt binnen hier. Dat is heel belangrijk. En ja, dit is een ruimte waar we lekker op kunnen gaan zitten. Heel vaak in de ochtend gaan we zitten, in de avond. Je hebt een plekje bijvoorbeeld in Hoek van Holland. En wij zijn de enige mensen die dan de zee kunnen zien. Omdat je er bovenop kan zitten. Dus dat is superleuk. En ja, als het heel warm is, slapen we er bovenop. Superleuk. Dus, ja, ja. Dus het is de derde chillruimte, logeerkamer en stroomvoorziening hier op het dak. Precies. Ja, en dan heb ik nog 1 brandende vraag, wat iedereen altijd wil weten. Waar is jullie toilet? Daar zit je op. Nee, joh! Dit is gewoon jullie toilet. Ja. En die past gewoon in de kast. Ja, onder het bankje. Nog 1 ding, jij bouwt dus ook campers. Dus ik kan me voorstellen dat jij wil ook zo'n camper misschien. Kan. En die bouw jij dus. Ja, inderdaad. Ja. We hebben natuurlijk de eerste gebouwd, toen de tweede. En toen dachten we van ja, dat is zo leuk om te doen. Ik zat al jaren een beetje in het vak met hout en zo. Dus ja, ik heb een loods ergens en daar bouw ik nu die bus inderdaad. Ja. Maar ik kan me best voorstellen dat andere mensen ook zo'n busje willen hebben. Want hier zit zoveel aandacht en tijd in. Ja. Camper van hout staat nu in beeld. Dus check het uit. Koop al zijn campers. Jij hebt een Instagram account waarin je mensen vertelt over dit leven. Ja. Is ook heel leuk. Staat hier in beeld. Als je ze wil blijven volgen of als je wil weten wat voor campers Jelle bouwt, dan kun je dat ook in de beschrijving zien. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, laat het dan even weten met een duimpje en een reactie. En abonneer voor meer video's. En mocht je dit echt heel leuk vinden, dan kun je ons helpen om te blijven bestaan door te doneren via Petje Af. Check de link in de beschrijving. Super bedankt voor het kijken. En dan zeg ik tot ziens. Altijd awkward. Altijd awkward.